zijn er helemaal klaar voor. Ja, ja. Met Janine en met Jacqueline. De twee meiden van de Chaussé voor de mensen die net inschakelen. Ja, nee, want die denken, wat is er nou aan de hand? Die zijn gelijk wakker, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, nu we het toch over twee hebben. Twee, sowieso. Nee, één, twee. Oh. Zo bedoel ik het. Ja, dan kan ik mooi eventjes een soort bruggetje maken naar de Facebook-clip. Want dan kun je ook kiezen uit twee nummers. Aan het eind laten we dat zien. Je kunt kiezen tussen Alberto, dat is dan A, hè, Facebook-clip A. Met Onno, mag ik je toyboy zijn? Oh, leuk. Of B, Lamme Frans en wakker worden met een biertje. Die is leuk, hè? Die is ook leuk. Maar Onno vind ik ook leuk. Hoor. Die vind ik persoonlijk leuker, moet ik zeggen. Maar goed. Ja. Daar hebben we het zo dadelijk over gehad. Ik vind dat gewoon een leuk nummer. Ja, een gezellig nummer. Lekker gezellig nummer. Dus dat gaat even via Facebook. A, Onno, mag ik je toyboy zijn van Alberto? Of B, Lamme Frans. Lamme Frans zit hier. Gisteravond wel. Ja, wakker worden met een biertje? Nee, Lamme. Ah, maar jullie zijn goed wakker, moet ik zeggen. Ja, vind je? Ja. Nou, dat wel gestreken worden, hoor. Oké, maar goed, dat is gebeurd. Alles zit weer op zijn plaats, zie ja, ik. Ja, zeker. Beetje opliften alles en dan gaat het wel. Gaat jij hier de prins van... Ik ga ze halen. Ja, dat gaan van traaien. Nou, en dat is ook maar zo. Dat vind ik niet, hè? Ja, er zit toch nog een eind aan, zie je. Er zit toch nog een eind aan. Een paar mensen komen er binnen. Nou zeg, heel traaien meegebracht, zie je. Zo'n beetje, zo'n klein beetje. Klein beetje mensen wel. Ja. Zeker. Hoe is het? Goed uit nog zo. Nou, ik wou het net zeggen tegen jou, maar... Ik heb nou niet genodigd, hoor. Oh, ik 5 minuten. Oh, echt? Dat zie je ook niet. Nee, dank je. En natuurlijk allereerst gefeliciteerd met jullie prachtig jubileum, hè. Van 55 jaar Dank je wel. Dank je wel. Ja, we feesten wat af. Ja, dat is al lang, hè? Ja. Dat is heel goed. En zijn we lekker aan het vieren. En dit voelt echt als de finale van ons 55-jarig jubileum, hè? 5 dagen nog even er tegenaan. Ja. En we zijn al volop aan het feesten geweest. In november al. We hebben een mooi feestweekend gehad. Volgens mij was dat ook al hier uitgezonden. Dus ja, we hebben een topjaar. Ja. Gaat heel goed. Nou, hartstikke mooi. En hier naast ons zit volgens mij de jeugdprins. Inderdaad. En hoe heet jij? Prins Gijs de Eerste. Prins Gijs de Eerste. Nou... Dat en hoe vind je het? Want het is volgens mij ook de eerste keer dat je dit doet. Het is best leuk. Ja? Ja. Heb je er altijd al een beetje van gedroomd, of niet? Ik had vorig jaar voor het eerst meegedaan met de jeugdraad. En dat was best leuk. Dus toen dacht ik, dan doen we dit jaar het nog een keer. Nou, en nou ben je gewoon de prins. Ja. Hoe fantastisch is dat? En wat zeggen ze dan in de klas als ze jou zien? Hé, daar heb je de prins, of niet? Nee, dat niet. Dat niet. Weten ze het wel? Ja, dat wel. Oh, nou, dat is maar hartstikke na vandaag, leuk. Ja, ik denk, ik zeggen, ja, vandaag dat iedereen wel weet wie Gijs de Eerste is. En je hebt natuurlijk een heel goed voorbeeld, hè? Oh, hoezo? Ja. Nou, de appel valt niet ver van de boom, zeggen ze wel eens, toch? Nee, dat klopt. Dus de vader en de zoon is het in traaien, hè? Want leuk is dat, hè? Dat vind ik heel erg leuk. Is het leuk met je vader, of niet? Ja. Goed zo. Ja, Dat is nou echt, wat ze zeggen, met de paplepel ingegoten. Met de paplepel ingegoten, ja. Het is, dit jaar draait heel ons gezin alleen maar om carnaval, zeg maar. Dus, dat is niet erg. Maar dat is niet erg, dat vinden wij juist hartstikke leuk. Moeder de vrouw, die is thuis voor de buis. Die is niet thuis voor de buis, nee. Die assisteert de kinderen mee en zo. Die zwaait eventjes. Nou, dat is al wat leuk, hè, om dan te zeggen van daar is ze. Want ze wil eigenlijk helemaal niet op tv. Maar dat is wel leuk om te kijken. Ze zwaait nog eens eventjes naar ons. Dus we gaan ze eventjes in beeld proberen te krijgen. Nou, dat gaat ze dadelijk nog wel. Gelukkig is het ook een carnaval vieren. Ze hebben gisteren ook weer meegedaan in de optocht, zeg maar. Dus nou, dat komt helemaal goed, hoor. Goed. Gisteren optocht gehad? Gisteren optocht gehad. Kun je er iets over vertellen? Behalve dat het heel mooi weer was het ook nog eens een schitterende optocht. Ja. We hadden echt hele mooie creaties. We hebben het volgens mij in Traaien goed voor elkaar. We hebben leuke wagens. We hebben mooie optochtdeelnemers die allerlei acts uitvoeren. Dus het was een fantastische dag gisteren. Nou, goed. Ja. Nou, we krijgen nou moeder nog eventjes. Ja. Welkom. Hey.
Kom even hier naartoe, Lekker in het midden. We hebben lekker heel het gezin, hè? Heerlijk. Heel het carnavaleske. Leuk dat je er spontaan bij bent. Ik ben heel spontaan. Ja. Dat is tof. Ja, heel leuk. Hoe is dat nou zo met twee van die mannen? Ja, Twent snel hoor. Ja? Het is wel gezellig allemaal. Ja hoor, prima. Ja, dus allemaal goed vol te houden. Nog wel. Ja. Nog wel. Ach, dan gaat dat deze laatste twee dagen dat denk ook wel ik goed ook wel, komen. Nou, mooi stelletje bij elkaar. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Bent er maar trots op. Ben ik ook. Goed zo. En jullie? Er zijn er volgens mij niet veel die kunnen zeggen, ik slaap even tussen twee prinsen in. Hè? Dat wou ik zeggen. Nee. En hebben jullie nou afgelopen zaterdag of gisteren hebben jullie nog een onthulling gehad met een speciaal beeldje of een speciaal... Ja, ja, ik ben goed op de hoogte. Ja, maar als het gisteravond het begaat, is overal geweest. Ja, hij is overal geweest. Hij zet allemaal op. Kom allemaal logeerspullen en zo worden allemaal teruggebracht. En, wij hebben afgelopen zaterdag hebben we een mooie gedenkplaat, een mooie steen onthuld. Voor ons 55 jaar, dus die is te bewonderen op ons dorpsplein in Traaien. Mooi. En daar blijft hij mooi liggen, dus daar liggen er nu drie. Eén van de 33, één van het 44 en één van het 55 jaar. Ja. 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 En dan kun je een beetje vertellen dat hij eruit ziet. Dat ik als ik de volgende keer daar ben, dat ik weet wat ik moet zoeken. Ja, dat is wel handig. En hoe dat ja, hij eruit ziet. Dat kan ik wel vertellen. Dan moeten we sowieso naar het dorpsplein in Traaien gaan. En in het midden van het dorpsplein ligt een grote koperen plaat. Ja. En ja, daar moeten we gewoon naar kijken. En zo ziet hij eruit. De Groot Schaatsers logo staat erop. Je kunt er en natuurlijk niet omheen. Je kent er niet omheen. Nee. Ja, je moet dus er gewoon goed op kijken. En dan, schitterend in de zon. Schitterend zo in de zon. Nou, want ja, vandaag is die ook weer aan het schijnen, die zon. Dus dat komt wel goed uit. Mogen niet mopperen. Nou, jullie mogen volgens mij ook niet mopperen over de inzending voor jullie carnavalsliedje. Want dat is ook fantastisch. Ja. Liedje nummer 1 in de Barnevalsliedverkiezing. Ja, oh, er staat hier een hele grote doos. Oh, er staat een hele grote doos. Ja. Eerste doos. Ja, eerste doos. Hele mooie doos, ja. Oh, wacht eventjes. Oh, ja. Lekker hoor, hé. Wat zit erin? Even kijken. Is hij nou afgeplakt? Ja, oh, dat mag hij niks. Dat mag hij niks. In Traaien hebben ze het lekkerste worstenbrood van Brabant. Ja. Dus, dan nemen wij natuurlijk altijd... Hoe heet die bakker? Ja. Dat is bakkerij Jurgen en Carolien van Dongen. Ja, dat bedoel ik. Jurgen en Carolien van Dongen, joh. Kijk eens. Nou, die is voor de tafel, hoor. Die is voor de tafel, natuurlijk ook, hè. Ja, want die zijn wij kwijt. We zijn de worsten kwijt. Oh ja. Hoe gaat het? Hij zit erin, hoor. Hoe gaat het liedje ook alweer? Oh, ik ben mijn worstie kwijt. Oh, ik ben mijn worstie kwijt. Hier zit hij in. Hier zit hij in. Nou, dan gaan wij lekker aan het worstenbrood. Heel goed. En wij gaan naar de mannen van... waar zijn die handjes, hè? Daar gaat het toch over, hè? Ja. Liedje nummer 1 uit de Barnevalsliedverkiezing. Waar zijn die worstenbroodjes? De 50 jaar, de handen op elkaar, wat hebben ze in Traaien toch mooi voor elkaar. We schreeuwen aan de zaal, hoe handen in de lucht, dat doen we dan massaal, maar het is toch niet genoeg. Hoe breng ik ze dat nou wat verstaan? Kan de wel zwaaien zonder hand? Waar zijn die? Ik ben ze kwijt. Ze zaten gisteren in mijn zak. Iemand heeft ze dan gejat. Maar zijn die handjes? Ik ben ze kwijt. Gisteren had ze ook de zoeking me het lab blazen. Maar zijn die handjes? Ik ben ze kwijt. Maar heel misschien zoek ik het wel te wijd. Ik ben weer heel beestachtig goed op stoom. Zijn ze blijven hangen in de zon? Wie had dat gedacht? Ja, dat zomaar kan. Een leven opgewacht op het moment suprem. Daar is de nieuwe prins, de zaal die zwaait naar hem. Maar wie hem nog niet kent, het is een leuke vent, hoe breng ik ze dat nou aan verstaan?
kan er wel zwaaien zonder hand. Waar zijn die handjes? Ik ben ze kwijt. Ze zaten gisteren in mijn zak. Iemand heeft ze dan gejat. Waar zijn die handjes? Ik ben ze kwijt. Gisteren hak ze nog, dus zoek ik me het Lazarus. Waar zijn die handjes? Ik ben ze kwijt. Maar heel misschien zoek ik het wel te wijd. Ik ben weer heel beestachtig goed op stoom. Zijn ze blijven hangen in de zon? Waar zijn die handjes? Ik ben ze kwijt. Ze zaten gisteren in mijn zak. Iemand heeft ze dan gejat. Waar zijn die handjes? Ik ben ze kwijt. Gisteren had ze nog, dus zoek ik me het Lazarus. Waar zijn die handjes? Ik ben ze kwijt. Maar heel misschien zoek ik het wel te wijd. Ik ben weer heel feestachtig goed op stoom. Zijn ze blijven hangen in de zon? Ik ben weer heel feestachtig goed op stoom. Zijn ze blijven hangen in de zon? Leuk liedje, liedje van, nummer 1 uit die Barnevalsliedverkiezing. Zeg maar, meiden, jullie hebben het boekje van de Schraansers. Het Schraanserskrantje. Het Schraanserskrantje. Ja, en ik... De Schraanserskrant, hè. Niet krantje. Oh, ja, nee, ik snap wel. Het is een heel een dikke. Ja, precies. Het is een heel een dikke. Ja. Ik ben mijn worst ziek, meid. Ik heb net op. Heerlijk. Heerlijk boos. Smak wel, hè, die was. Ja, lekker. Hier, lekker. Nou. Maar wat kunnen we hier allemaal in vinden? In wat kunnen we hier allemaal in vinden? Nou, wat kunnen we allemaal niet in vinden? Alles wat wij doen met carnaval staat hierin. Ja? Voorwoordje van mijzelf natuurlijk, maar ook van onze veldwachten. En mooie foto's van ons. Een voorwoordje van onze burgemeester, die heel erg blij is met carnaval en het Schraansersrijk. Allerlei stukjes van carnavalsverenigingen die meedoen en zo. Dus het staat helemaal vol en daar staat alles in wat je moet weten om carnaval te vieren en draaien. Dus, En wie heeft hier nou zo heel veel werk aan? Ja, wij hebben verschillende commissies, hè, bij de Schraansers. De ene die maakt Boer Klaas, de andere is voor de optocht. Een soort feestgids. Niet om vechten, niet om vechten. Hoeveel? Nog meer. Oh, ik heb zelf. En we hebben natuurlijk ook een commissie carnavalskrant. Dat zijn onder andere Kees, Nico en Henny. Oh, en Henny staat hier. Oh, Henny! Hallo! Hey, goed gedaan! Nou ja, niet alleen natuurlijk, dat doen we met z'n allen. Ja, dat is ook zeker. Dus iedereen moet zijn advertenties ophalen, stukjes tekst inleveren. En, ah, ziet er goed uit, moet ik zeggen. Ja. Maar een hoop werk, maar we hebben ook wat, hè? Precies. We hebben ook wat. Het is toch wel, hè, met carnaval, dat er een hoop werk aan carnaval zit. En dat er heel veel mensen zijn die er steentje bijdragen en zo. Dus niet alleen de Schraansers, maar ook buiten de Schraansers. Ja. Ja. Dus iedereen die doet stinkend zijn best. En dan, de finale en dan, deze dagen. Ja, precies. En dan kan je in ieder geval zorgen dat hopelijk 55 jaar carnaval nog eens 55 erbij komt. Ja, zeg maar, dat moet toch wel, op hè? Naar de 110 dan. Ja, 111. Nou, vallen jullie nou volgend jaar niet in een diep gat? Want ja, je hebt nou zoveel festiviteiten gehad en zoveel extra activiteiten in verband met 55 jaar. Ja, maar wat nu volgend jaar? Ja, volgend jaar. Wij bestaan volgend jaar 56 jaar. Joh, dus dan, daar wij van op. Is dat echt waar? Nou zeg. Dus ja, en dan gaan we natuurlijk weer gewoon een mooi feestje vieren. Wat wij volgend jaar sowieso hebben is Prinsengeburenbal. Ja. Bij ons in Schraansersrijk in Traaien. Dus daar kunnen we onze energie ook wel weer in kwijt. En het gewone volledige carnavalsprogramma. Wij hopen natuurlijk dat carnaval sowieso heel lang door blijft gaan in Traaien. En dat we volgend jaar ook weer een mooi feestje ervan kunnen maken. En dat er misschien wel weer meer optochtdeelnemers zijn. Of dat er wat meer sauwelaars zijn. Weet je, we proberen er alles aan te doen om te zorgen dat carnaval blijft bestaan. Van dit jaar dat er ook goed zou uitzien. Absoluut, absoluut. Maar het mag altijd mooi eten, toch? Je moet de goede mensen blijven houden. Ja, dat moet over. Ja. Hey, Prins, jij is de eerste. Wat ga je nog allemaal zo doen met carnaval? Wat vind je echt heel erg leuk om te gaan doen? We gaan nog naar de Breipottenmiddag. Wat is dat? Vertel eens. Dat is een middag die de Breipotten organiseren. Breipotten, dat zijn? Dat is een carnavalsvereniging. Okay. En doet ieder jaar ook gewoon mee met de optocht. En daar mogen jullie bij zijn. Ja. Leuk zeg. En heb je nog meer dingen die de mensen echt moeten weten?
Of heeft je vader alles al verteld? We gaan nog een paar onderscheidingen uitreiken. Oh, dat was mag je niet vertellen. En dat was die vergeten. Dat was die vergeten. Ja. Ja. Vanmiddag hebben wij nog... kan jij dat zo... Wat wil jij dat vertellen of niet? Okay. Van de onderscheidingen. Van de onderscheidingen. Ben ik er wel benieuwd naar wie die... Het is een beetje verkouden, hè? Beetje verkouden. Ja. Ja, het is al zo vandaag geweest, hè? Vertel eens van de onderscheidingen. Ik mag altijd een... De prins die mag altijd een paar onderscheidingen uitreiken. Mm. Dus ik mag dat ook. Oh, nou, dat is wel heel bijzonder als je dat mag doen. En aan wie geef je die dan bijvoorbeeld? Dat mag ik niet zeggen. Dat mag jij niet zeggen. Het mooie is, ik hoor hier in mijn rechteroor. Dat mag je niet zeggen. Dat is een echte prins. Maar het is goed. Het is een aantal problemen. Maar je mag toch wel een beetje een hint geven aan wie die gaat onderscheiden? Ik ga ze geven aan mensen die mij... gewoon heel veel helpen. Oh, maar dat is heel bijzonder. En die staan nu naast je? Die hebben er al één. Die hebben er al één. Ja, laat het maar zien. Oké. Okay. Oh, dat is wel mooi. Laat me eens even aan de camera zien. Dat zijn hele mooie onderscheidingen. Ja. En veel ook heeft hij er, ja, ja. Die heeft wel heel veel geholpen. Nou. Echt de helpende hand. Ja, 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 ja. De brakke politie. Ja. Het is niet alleen Prins Gijs natuurlijk, hè, maar het is de volledige jeugdraad. Want al die kerels hier vooraan en zo, hè, die mogen wel eens een heel groot aanlangs. Gaat er maar eens naartoe, geeft die maar eens wat extra aandacht. Ja, nou, dat gaat... Jacqueline gaat er eventjes naartoe. Godzie mijne. Hé, en jullie mogen ook nog iets gaan doen vandaag. Ja? Tof, man. Vind je het spannend? Nee. Ik voel je eigenlijk wel lekker thuis hier zo, bij Barney TV. Jawel, hè? Hé, maar dat ziet er goed uit. En daar, potverdorie, wat zit daar nou toch? Wat zit daar? Wat heb jij toch een mooi pak aan? Sprakeloos. Hij is sprakeloos. Sprakeloos. Kan jij ook wel eens hebben? Sprakeloos van Jacqueline, ja. Dat snap ik hoor, als je in één keer zo... En hier de hofdames zie ik ook zitten. Hé, hey, ziet er goed uit. De pages. En jullie lopen dan naast de Lars Gijs ten eerste? Ja. Oh. Is hij een beetje aardig? Ja? Hij hoort jou toch niet, Lau. Hij hoort jou toch niet. Is hij een beetje aardig? Ja. Doet hij het goed? Ja. Ja, hè? Hartstikke leuk. Wat gaan we verder allemaal nog doen vandaag en morgen? Nou, wij hebben sowieso nog vanmiddag seniorenbal in Café de Harmonie waar wij naartoe gaan. Ja. Dan, en Prins Gijs die zei het al, gaan we naar de Bruipel vanmiddag. Ja. Vanavond hebben we weer kroegentocht. Een aantal kroegen die we aandoen. Wat wij op een aantal avonden doen is dat we twee kapellen meenemen die dan lekker tegen elkaar op gaan spelen. Oh, en dan hebben we meteen een hele goede sfeer erin. Ja, dus dat was toen ook tijdens jullie 55-jarige feest. Tijdens het jubileumfeest hebben we dat in het grootste gedaan. Eén podium aan de andere kant en een andere podium. Ja, jij bent erbij. En dan de beurt. Ja, Artie was er ook. Overal bij, hè? Artie is overal bij. Als er maar een feestje is. Als hij een tasje bij heeft. Dat hij kan blijven slapen, dat is goed. Dus dat hebben we vandaag. En dan hebben we morgen nog verschillende activiteiten. We gaan naar de zeepkistenrace. Dat is een activiteit die een carnavalsvereniging organiseert. Nou ja, in de zeepkisten de racebaan af. Ja, dat is op de schaals bij jullie daar, of niet? Netjes in de Marktstraat, netjes in het dorp. Okay, ja. Vlak bij die mooie tegel. Dus dan kunnen we daar ook nog eventjes naar gaan kijken. Ja. Ja, precies. Dan doen wij nog een bezoek brengen aan de bewoners van het Gruitveld. SOFAC heet dat tegenwoordig. Ja. Daar gaan we nog naartoe. We sluiten de kindermiddag af bij de Gouden Leeuw. Dat is een speciale kindermiddag waar Coco de Clown komt optreden. Oh, voor alle kinderen van Traaien. Dus ik hoop dat er heel veel kindjes naartoe komen natuurlijk. En dan hebben we dinsdagavond als afsluiting doen we de lampionnenoptocht. Ah, en het verbranden van Boer Klaas. Oh, maar nog niet maar daar moeten wij nog niet aan denken. Nou, jullie weten dat wij jullie een warm hart toedragen. We besteden veel aandacht aan Traaien. Ik vind dat heel erg leuk als jullie komen. Ja, nou, wij weten ook dat jullie ons weer een warm hart toedragen. Zo. Dus misschien is het leuk als we met z'n allen eventjes het Baronie TV-lied gaan zingen. Want dat nummer staat... Ik dacht, het Traaien volkslied. Ja, nee. Het Baronie TV-volkslied. Goeie brug, hè? Dus hij staat klaar, het clipje. En dan gaan we met z'n allen gezellig hier eventjes meedoen aan tafel. He, het Baronie TV-lied. Ja,
Baronie TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Baronie TV, ik ben ernaar gaan kijken, omdat de geien zee. Om 11 uur is morgens vroeg, ik ben net uit mijn nest. Zit daar weer de hele ploeg en wij vinden dat best. Die kop was net nog in de kroeg en nou zie ik hem weer. Het is daarom dat ik hem vroeg, doet daar nou geen zeer. Baronie TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Baronie TV, ik ben er naar gaan kijken, omdat de geien zee. In Ruiters, Bos en Hagendonk, maar ook in Zuiderhout. Carnaval, de Houde Jong, daar is een feest van goud. Heel de dag weer vol op feest, de kieltjes die gaan aan. Ik ben de rest nog langs geweest, maar niet de feest staat aan. Baronie TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Baronie TV, ik ben er naar gaan kijken, omdat de geien zee. Op tocht gezien ze op tv. Vervelen, dat doet het niet, maar vrienden lopen mee. Prins en raad komt ook voorbij, iedereen die klikt. Jong en oud zien een partij, Brabants dialect. Baronie TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Baronie TV, ik ben er naar gaan kijken, omdat de geien zee. En als het ooit nog woensdag wordt en Baronie TV is niet meer, als ze me rijden naar het stort, dan zing ik nog een keer. Baronie TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Daar zitten ze echt niet mee. Baronie TV, ik ben er naar gaan kijken, omdat de geit zee. Baronie TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Baronie TV, ik ben er nog gaan kijken, omdat de geien zee. Baronie TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Baronie TV, Ik ben er naar gaan kijken, omdat de geien zee. Zo, ik had bijna zijn cape meegenomen. Nou, het was weer gezellig met jullie hier aan tafel, hè? Klopt ze nog? Nou ja, zolang het daarbij blijft, dan gaat het allemaal toch wel, hè? Ja, dan gaat het goed. En lekker mosselbrood hebben we gehad. We hebben jullie jubileum helemaal doorgenomen. Ja, heel goed. Hè, dus wij wensen jullie weer nog een aantal prettige dagen toe. Nou, dat gaat natuurlijk lukken. Dat gaat heel
helemaal goed komen. We hebben er heel veel zin in. We zitten vol met energie. Dus we gaan er echt een heel mooi feest nog van maken. En wou je nou nog zeggen naar wie die onderscheidingen gaan? Wou je dat nou nog eventjes vertellen? Ja. Oh, Ad. Ga je niet zeggen? Nee, hij wil misschien even zwaaien naar zijn klas. Dat is misschien wel leuk. Oh ja. Of niet? Oh. Nee? Oké. Dat doen wij dan wel. Doei. Ik weet niet welke camera, maar dit maakt niet uit. Zwaait, hè? Bedankt voor jullie komst en dan ga ik tot volgend jaar. Hey, bedankt. Zeker. Hey, dankjewel.